Aangekruist. Frank Bosman van de Universiteit van Tilburg. Wat ja. moeten we zien, lezen, horen? Nou, ik begin deze keer een keer met een krantenartikel. Want volgende week, vrijdag, komt het lang verwachte rapport van Deenman uit. En ik wil daar toch graag naar uh, vooruit wijzen. Dat is heel belangrijk. Het rapport over seksueel misbruik dus op de Precies, de kerk. Precies. En, en een belangrijk moment in de geschiedenis van de Nederlandse Katholieke Kerk. En in letter en G staat er een heel goed artikel van de theoloog Pieter van Hoof. Onder de titel Een broeierige stille ruimte. En eigenlijk zegt hij uh, daarin dat de kerk zoveel moeite heeft met dat seksueel misbruik. Omdat de kerk eigenlijk geen taal heeft om over seks te praten. Mm -hmm. Behalve taal die zegt dat het vies is en dat het dat een erfzonde. Dan kom je in een soort moralistisch taalgebruik. Maar hij zegt, wij hebben, uh, pauzen hebben de meest indringende en progressieve encyclieken geschreven over recht en onrecht in de wereld. Maar als het om seksualiteit gaat, zijn ze het niveau van de koschol nooit ontstegen. Nou, dat is een beetje. Hard natuurlijk, maar ik denk wel, als wij als katholieken... op een mooie, positieve manier over seksualiteit willen praten... dan komen we bij Hooglied uit. We komen bij een paar uh, mystici uit de middeleeuwen uit. En we komen uit bij de theologie van het lichaam van Hannes Paulus II... waar ik ook niet echt mijn hartje sneller ja. van gaat kloppen. Dus hij heeft een punt. Ja. Een deel van het probleem van het seksueel misbruik... is dat wij als kerk niet op een goede, positieve, mooie manier... Over seksualiteit kunnen praten, maar alleen maar in termen van het krijgen van kinderen en wat daar wel en niet bij mag. En hoe komt dat? Hoe komt het dat, dat die kerk zo maar door de eeuw heen altijd zo moeite heeft met seks? Nou, dat komt eigenlijk komt door twee dingen. Eigenlijk eh, in het eerste millennium heeft wat we nu orthodoxie noemen een, een groot gevecht geleverd met de Gnosis. En de Gnosis die zei eh, hemel en, en aarde, man en vrouw, licht en donker, dat is heel erg gescheiden. En de kerk heeft gezegd: nee, denk aan de incarnatie. God is mens geworden. Denk aan dat wij een verheerlijk lichaam krijgen in de hemel. Dus wij zijn niet lichaamsvijandelijk, maar inderdaad. Het hele proces hebben we toch een tik van die meegekregen. En daar hebben we dus nu nog steeds last van. Ja. En bovendien zijn de kerkvaders de reinheidswetten uit het Oude Testament... dan ging het of je een, een stoffelijk overschot wel en niet aan mocht raken... of je dan wel of niet in de tempel mocht komen... hebben we vertaald in termen van zonde. Ja. Dus als je dan iets fout doet, dan ben je niet meer... Onreinen moet je je handen wassen, maar dan ben je zondag. Ja. Dus die hele oud-testamentische teksten die zijn vermoraliseerd. En die twee dingen hebben gemaakt dat we nog steeds een probleem met seks en met uh, lichamelijkheid. Ja, hebben. maar goed, als het al zo lang duurt, dan is het ja. ook maar de vraag of dat heel snel gaat veranderen. Maar ja, goed, er zijn een aantal jonge theologen die daar heel graag wat aan. <laughs> ja. aan doen. En hier zit goed, er één. Uh, heel levenswaardig in, ja. in letter en geest van trouw. Dan, dan van heb hoofd, ik een ja. hele mooie cd-verzameling: de vijf Joodse feestrollen. Oh. En de feestrollen in het Jodendom, dat zijn Rut, klaagliederen. Prediker en Esther en die worden steeds bij een groot feest uh, voorgelezen. Hè? Dus het hooglied hoort bij Pesach, klaagliederen horen bij de herdenking van de verwoesting van de tempel en Esther hoort bij het lotenfeest en daar wil ik graag een stuk van laten horen. Zo werd Esther bij koning Ahasverus gebracht in het koninklijk paleis in het zevende jaar van zijn regering in de tiende maand, de maand Tebet, en de koning voelde voor Esther meer liefde dan voor alle andere vrouwen. Meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn bewondering en genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar koningin in De plaats van was ja, het is, natuurlijk, een, een verhaal van Essen. Dat is dat dat, dat lees je van A tot Z, ja. en je wordt meegenomen in een van een prachtig verhaal waarin een mooie vrouw al die al die stomme kerels even onder ondersteboven weet te schuiven. Ja. Het is natuurlijk een fantastisch emancipatieverhaal. En ja. uh, het is dus ingesproken door een aantal uh, goede uh, ja, radiostemmen, zou ik haast zeggen. En uh, het is geworden uit de samenwerking tussen de NCRV en het Nederlands Bijbelgenootschap. En er zijn ook nog inleidingen bij door Rabijn Menno Ten Brink en dominee Karel te Linden. dus je leert er ook nog eens een keertje wat van. Joop Hart, is dit nou zo'n voorbeeld van een nieuwe vorm? Hè? Dus de inhoud blijft gewoon die mooie verhalen, maar je kiest een andere vorm, je maakt gebruik van de nieuwe media om het over het voetlicht te brengen. Ja, dat ja. lijkt me wel. Ja. Ja. dat is uh, prima natuurlijk. Dat nou, moet je vooral blijven doen. Is al een mooi voorbeeld. Kijk, ik hou erg van tuinieren, en dan weet je dat een composthoop moet je af en toe flink door elkaar <laughs> husselen, dan krijg je de beste humor. <laughs> Kijk eens, zo is het. Wat heb je nog meer, Frank? Ik heb een een, een boek wat een prachtige titel heeft. Dat heet namelijk Dat gekke Volk daar. En dat slaat op uh, de Dominicaanse aanwezigheid in de Goorn. En dat is een streek in West-Friesland. En zij hebben een prachtig uh, boek uitgebracht: Het bestuur van de Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans in de Goorn. En dat gaat eigenlijk over de hele geschiedenis vanaf de uh, 18e eeuw tot en met nu, over wat die Dominikanen daar gedaan hebben. En wat bedoel je dan West-Friesland in de zin van Noord-Holland of het westelijke deel van Friesland? Het uh, westelijke deel van Friesland okay, in ieder geval. Ja, ja. En uh, dan kan je zeggen, ja, dat gaat over één kerk of twee kerken in een ja. klein plaatje, maar zoals ja. altijd met dit soort dingen. Het is eigenlijk een tijdsdocument. Dus mm -hmm. je kan hier de hele ontwikkeling van de Dominicaanse gemeenschap in Nederland eigenlijk aflezen aan wat er met die paar Dominikanen in, in dat kleine plaatje ja. gebeurt. Dus ik vind het een heel mooi boek. Het is mooi uitgegeven met heel veel foto's en heel ja. veel naslagwerk. En uh, een aanbeveling, wat ja. mij betreft. We krijgen overigens net op internet binnen dat het toch West-Friesland-Noord-Holland is. Oh, dan heb ik een fout gemaakt. Dan heb je een fout gemaakt. Nou. Met, excuses, dus met excuses voor iedereen die daar nu woont en <laughs> ja. mij nu verschrikkelijk haat. Sorry <laughs> mensen, neem nu aan. Je had nog iets anders. Ik heb nog een, een, nou, we hebben net Stille Nacht, Heilige Nacht gehoord. Maar ja. ik heb nog een andere uh, kerstfavoriet over dat kleine drummertje. Wat naar uh, Bethlehem toe gaat. Uh, Little Drummer Boy. En uh, we hebben daar een nieuwe versie van uh, binnengekregen. En dat wil ik graag laten horen. De Little, Little Drummer Boy is vast gegroeid. Ja, en hij is een 16-jarige Sean Quingley als je het zo uitspreekt. Die woont ergens in een slaperig stadje in Canada. En uh, die heeft dus zelf dit, uh, dit lied. Uh, nou niet geschreven, maar in ieder geval uitgevoerd, alle instrumenten gedaan. Hij heeft zijn zusje een camera in de knuisjes uh, geduwd. God gebeden om een hele mooie zonnige dag en allemaal gelukt. Hij heeft er een videoclip van gemaakt, heeft het op internet gezet. En binnen een week hadden we een half miljoen. Kijkers. Ja. En inmiddels is zijn liedje ook te downloaden via iTunes. En hij zegt dat kleine drummertje in het lied dat had helemaal niks. Daarom heb ik ook helemaal niks. En alles wat ik met dit plaatje verdien gaat naar een goed doel. Ah, nou, dat, dat is word, Nobel. Daar word ik nou eens warm van in ja. deze kant. Toch dagen. blijft dat een raadsel. Hè? Waarom dan één zo zo'n hit ineens 500.000? Kijkers, ja, ja, als, als ik het raadsel zou kunnen oplossen, dan zat ik niet hier, maar in een studio nee. en dan was ik nu verschrikkelijk rijk aan ja. het horen, dus ik weet het niet. Nee. Maar het is natuurlijk de combinatie tussen een bekend nummer, wat iedereen kent, en dan zo'n toch zo'n schattige jongen met blauwe ogen en zo'n blo zo blosjes die dan in de sneeuw op een drum zitten spelen. Het heeft ook wel iets verschrikkelijk schattigs, zoals okay. konijnen, teddybieren en dolfijnen ook altijd onweerstaanbaar zijn. Dus het, het heeft gewoon iets knuffeligs. Vind ik leuk om te laten horen.